Het nieuws van dinsdag 26 februari. De straf TBS lijkt steeds vaker op een levenslange straf. En daar moet wat aan gedaan worden. Maar dat is niet altijd nodig dat je al die mensen achter 3 hekken en 25 sloten zet. In één klap meer dan 500 mensen op straat zetten. Dat kan niet en dat mag niet, vinden vakbonden in de zorg. En als de werknemers in actie willen komen, doen we dat. En het is weer zover. De padden trekken erop uit om te paren. Maar gelukkig staan de paddenrescue-teams klaar om de beestjes te helpen. Anders gaan de padden dood, omdat ze anders worden overreden. Dag dames en heren, goedenavond. Het huidige longstay-beleid voor TBS'ers moet worden afgeschaft. Dat adviseert de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming, RSJ, aan staatssecretaris Albayrak van Justitie. Volgens de Raad heeft de longstay zich ten onrechte ontwikkeld tot een verkapte levenslange straf. Directeur Jos Spoelman van de Nijmeegse Pompenkliniek onderschrijft die kritiek. Ook de Pompenkliniek in Nijmegen heeft een zogeheten longstay-afdeling. Hier zitten TBS'ers die uitbehandeld zijn, maar die niet mogen terugkeren in de samenleving. De RSJ constateert dat het aantal longstayers de afgelopen jaren veel sterker is gegroeid dan gedacht. In 1999 waren het er 20, eind dit jaar al 250. De longstay is een eenheidsworst geworden waarin onbehandelbare en iedereen die langer over zijn behandeling doet dan gedacht wordt gedumpt. Omdat in de longstay helemaal niet meer behandeld wordt, staat dit praktisch gelijk aan levenslang. Als ze er eenmaal in zitten, dan is het net alsof ze er nooit meer uitkomen. En de politiek heeft langzamerhand een beeld gekregen dat het gaat om levensgevaarlijke roofdieren die er nooit meer uit mogen. En zo zit het echt helemaal niet in elkaar. Ja, je zit daar natuurlijk ook niet vanwege je zweetvoet, om het zo maar te zeggen. Nee, maar de meeste mensen zitten al heel lang in de TBS. Sommigen al langer dan 30 jaar. En ik kan me geen delict in Nederland voorstellen waar je langer dan 30 jaar voor gestraft wordt. Bij de afschaffing van de longstay zouden de patiënten weer behandeld moeten worden in normale TBS-klinieken. De andere optie, het indammen van de groei van de longstay-afdelingen, kan worden bereikt door de rechter het besluit voor plaatsing te laten nemen. Nu nog bepaalt de minister van Justitie of een TBS'er naar de longstay moet. Advocaat Anker, die veel TBS'ers begeleidt, juicht die toe. In een democratische rechtsstaat mag het natuurlijk nooit een politieke passant, met eerbied genoemd overigens, zijn de minister die beslist over het verdere leven van de mens. Dat is altijd de onafhankelijke rechter. Overigens verhuist de longstay-afdeling van de Pompenkliniek binnenkort van Nijmegen naar het Brabantse dorpje Zeeland. 3 jaar geleden besloot de overheid dat de mensen die in de longstay zaten, ook zoiets, dat ze niet met verlof mochten gaan. En toen dachten we, ja, wat hebben ze dan aan een vestiging midden in de stad Nijmegen, waar we juist zitten omdat we al die voorzieningen kunnen gebruiken in de omgeving. In december moet de laatste Nijmeegse longstayer verhuisd zijn naar de nieuwe Brabantse vestiging. Halverwege 2008 wil de staatssecretaris een nieuw beleidsplan voor de longstay presenteren. Actis, de koepelorganisatie in de zorg, denkt eraan juridische stappen te nemen tegen de Volkskrant. De krant publiceerde zaterdag een verouderde lijst over de kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. 5 locaties van de Atlant Zorggroep uit Apeldoorn eindigden onderaan de lijst. De lijst zorgt volgens de koepelorganisatie voor onnodige onrust bij cliënten en hun familie. De cijfers van de inspectie zijn van 2005 en 2006 en ondertussen is er bij de verpleeg- en verzorgingshuizen veel verbeterd. Zo ook bij de Atlant Zorggroep. De zorginstelling zat in 2005 midden in een bestuurscrisis en had financiële problemen. Inmiddels zijn de problemen opgelost. In de reactie zegt de Volkskrant dat de cijfers die ze hebben gepubliceerd de meest recente zijn. De krant maakt zich niet druk over de mogelijke gang naar de rechter. Jarenlang was het een slagveld op de Hooglandse weg tussen Zeddam en Kilder. De duizenden padden en kikkers die de weg overstaken om te paren werden massaal doodgereden. Maar dat is verleden tijd. In de gemeente Montferland is een speciaal paddenreddingsteam in het leven geroepen om de diertjes veilig naar de overkant te brengen. Door het zachte weer is de jaarlijkse paddentrek 2 weken eerder begonnen dan normaal. Duizenden kikkers en padden trekken massaal naar het water. Maar tijdens die reis van soms al 2 kilometer wachten beestjes tientallen gevaren. Verkeer, dat is het grootste gevaar voor de pad. Daarom worden de diertjes opgevangen in gaten met emmers. Elke ochtend en elke avond worden ze met de grootste zorg door ruim 50 vrijwilligers leeggehaald. Het is nog leeg. Ik doe met opzet door ik wat blad of een of andere ruwigheid gooi ik in. En dat is dat ze niet zo makkelijke prooi worden voor de rijkers en zo.
Dat is natuurlijk ook natuur, dat een reiger dus een pad opeet. Maar wanneer ze dus in emmers opvangt, dan hebben ze het wel heel erg makkelijk. Dus ze kruipen ook meestal onder het blad waar ik ze erin doe. Vervolgens brengt het paddenrescue-team de diertjes over de drukke Hooglandse weg tussen Zeddam en Kilder, waar ze hun weg vervolgen naar het water. Weten ze nou waar ze naartoe moeten? Ja, dat schijnt dus een soort GPS in de kopje te zitten. Een magnetisch veld of zo. Sommige mannetjespadden zijn zo lui dat ze op de rug van een vrouwtjespad springen en meeliften tot de paringsplaats. Ook wel een slimme actie, want daarbij reserveerden ze gelijk een vrouwtje voor de paring. Ja, dan kom je de grote prins tegen. Nu jij. Helaas. Na een zoen veranderen de padden niet in knappe prinsen. Maar dat weerhoudt de leerlingen van basisschool De Toor Zuid-Didam er niet van het paddenrescue team te helpen. Anders gaan de padden dood, omdat ze anders worden overreden. En dat moet niet? Nee. Als de padden aan de overkant zijn gebracht, worden ze door de kinderen vrijgelaten bij het water. Daar paren de padden de komende weken voordat ze weer teruggaan naar het bos. Ze staan er echter dan wel alleen voor, want het paddenrescue team helpt ze daar niet meer bij. De actiebereidheid onder het personeel van Zorggroep Zuid-Gelderland is groot. Dat bleek gisteravond tijdens een ledenbijeenkomst van de vakbonden. De ZZG heeft voor ruim 500 medewerkers ontslag aangevraagd, omdat er volgens de zorggroep verlies wordt geleden. De vakbonden geloven dit verhaal niet. Ruim 100 verontruste medewerkers van ZZG verzamelden zich gisteravond in Nijmegen. Het rommelt al langer in de thuiszorg en onder personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen. Maar de aanvraag van collectief ontslag voor 400 mensen is bij veel medewerkers van ZZG in het verkeerde keelgat geschoten. En ik vind het gewoon schandalig dat dit gebeurt. Want je weet gewoon hoe de vergrijzing gaat, ja, hoe de vergrijzing is. Er is gewoon heel veel zorg nodig. En dan denk je van, aan de ene kant schoppen ze al die mensen op straat. En aan de andere kant komen de schoonmakers, zeg maar, terug bij de mensen in huis. Nou, ik vind dat heel triest, juist omdat ik het niet begrijp. Omdat de zorg, die blijft nodig. Dus ik begrijp gewoon niet, en wij allemaal niet, hoe dat kan. Want ze willen in onze ogen gewoon goedkopere krachten hebben, zo zie ik dat. De vakbonden gaven tekst en uitleg over hoe het arbeidsconflict ervoor staat. Volgens ZZG leiden ze 800.000 euro verlies en moeten er daarom mensen uit. De vakbond heeft hier geen bewijs van gezien. Laat ik heel eerlijk zijn. Als dit de financiële verslaglegging is die ons wordt toegestuurd, dat halve A4'tje, dit is volstrekt beneden de maat. Die 8 ton was hetzelfde verhaal die ze ook hadden in oktober 2007, nu weer. En ik vind dat zij nu maar eens een keer met alle cijfers op tafel moeten komen, en die hebben we nog steeds niet gekregen. Zorggroep Zuid-Gelderland is volgens eigen zeggen in de financiële problemen gekomen omdat er meer goedkope huishoudelijke hulp wordt gevraagd in plaats van dure specialistische hulp. De oplossing moet van de gemeente komen. De gemeente die zit op de tarieven, de gemeente zit op de indicaties, en de gemeente hebben nu de afgelopen weken met elkaar gesignaleerd dat er, laten we zeggen, toch wat veranderingen zijn. Er hebben plaatsgevonden die ze niet verwacht hadden. Volgens de vakbond gebruikt ZZG het dreigende ontslag alleen maar om geld los te peuteren bij de gemeente. Op zich vind ik het wel goed dat hij dat hard speelt, maar dat moet hij niet doen over de ruggen van de medewerkers die, zeg maar, met een dreigend ontslag, zeg maar, de brief al bijna in een binnenzak hebben. Dat is ethisch, vind ik, onterecht. Of en wanneer het tot acties komt, is nog onduidelijk. Verslaafden zijn niet altijd daklozen. Ook succesvolle zakenmensen moeten wel eens afkicken. Steeds vaker doen ze dat in privéklinieken. En de kwaliteit daarvan wordt nu onderzocht. Het is nog steeds niet bekend wie de dode man is die gisteren in een seniorenflat in Nijmegen werd gevonden. Morgen wordt sectie verricht op het lichaam. De politie gaat uit van een misdrijf en is bezig met een groot onderzoek. Pieter Huistra stapt aan het eind van dit seizoen op als assistenttrainer bij Vitesse. Ook Dick de Boer, de andere assistent, zien we volgend seizoen niet meer terug bij de Arnhemse club. Zijn contract wordt niet verlengd. Bokser Oran Delibas keert na 9 jaar terug in de ring. De Arnhemmer maakt in mei zijn comeback tijdens een vechtsportgala in Tilburg. In november wil de 37-jarige Delibas definitief afscheid nemen van zijn publiek tijdens een boksgala in Arnhem. Delibas won in 1992 zilver tijdens de Olympische Spelen in Barcelona. De bouwstop die de gemeente Duiven oplegde aan Van der Valk is opgeheven. De hotelketen bouwt een hotel langs de A12... De gemeente legde de bouw stil omdat de vergunning niet in orde was. Nu blijkt de aangepaste constructietekeningen voldoende aan de eisen.
Tientallen werknemers van metaalfabriek Hartman in Groenlo hebben vandaag het werk neergelegd. De actie maakt deel uit van een estafettestaking in de kleinmetaalsector. Met de actie hopen de vakbonden een betere cao voor het personeel af te dwingen. Morgen wordt er gestaakt in Varsseveld en Doesburg. 14 maanden celstraf, dat is de eis tegen de man die wordt verdacht van een brandstichting bij een antiekhandel in Ulft. Een medeverdachte, die vandaag ook terecht stond, is vrijgesproken. Tegen hem was te weinig bewijs. Apeldoorn moet steeds vaker de uitvaart van haar overleden inwoners verzorgen. Vorig jaar betaalde de gemeente 18 keer een begrafenis. In 2006 waren dat er nog 7. Volgens de gemeente zijn er steeds meer alleenstaanden. Als zij doodgaan, zijn er geen nabestaanden die de uitvaart kunnen betalen. De Vereniging tot Behoud van het Veluws Hert heeft twijfels over het nut van een vluchtheuvel om herten veiliger te laten oversteken. De vereniging vindt de vluchtheuvel tussen Schaarsbergen en Hoenderlo veel te breed en verwacht daarom dat herten er geen gebruik van maken. Natuurmonumenten denkt daar anders over. Tegen een 35-jarige man uit Asperen is 2,5 jaar cel geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De man wordt verdacht van jarenlang ontucht met 2 neefjes en een nichtje in Acquoy. Ook zou hij een kind hebben aangerand. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Het zou goedkoper zijn en de opnamesnelheid zou vele malen hoger zijn dan in de reguliere verslavingszorg. Steeds meer privéklinieken bieden zich aan om je van je verslaving af te helpen. Reden voor het ministerie van Volksgezondheid om de commerciële verslavingszorg te onderzoeken. Het grote verschil met de reguliere zorg is de opnamesnelheid in een privékliniek. Dat en een compleet zorgpakket moet het bestaansrecht van de nieuwe trend in Nederland waarborgen. Het is voor ons mogelijk om binnen 24 uur na aanmelding over te gaan tot de klinische opname. En het tweede grote verschil vind ik de samenstelling van het programma. Het is dé reden voor Carlien om naar Voorthuizen te komen, waar Solution Center binnenkort officieel de deuren opent. Eigenlijk ook het binnen 24 uur opname en alles werd gestart en het ging binnen no time. In de reguliere zorg heb ik 3 maanden gewacht op mijn eerste intakegesprek. En toen pas ging iets rollen. En na het laatste intakegesprek, voor je laatste adviesgesprek, duurde het weer 4 weken. Een heel langslopend proces en hier ging het gewoon heel snel. De minister van Volksgezondheid wil weten of de kwaliteit van behandelen wel goed is. En zegt de handelswijze van private afkikcentra te gaan onderzoeken. Ik snap het heel erg en ik ben er zelfs heel erg blij mee. Zelf hadden wij al gekozen om ons te laten monitoren door een gerenommeerd onderzoeksbureau, het IVO. Daar betalen we zelfs geld voor. Want natuurlijk moet het zo zijn dat wat wij hier doen ook bijdraagt aan een totale verbetering van de zorg in zijn totaliteit. De privékliniek oogt luxe, maar zal op zeker ook toegankelijk zijn voor een dakloze, al kleven er wat mitsen en maren aan. Als je mensen zeg maar aan de onderkant van die maatschappij behandelt, moet je ook zorgen dat als wij ze behandeld hebben, de maatschappij ze opvangt in wonen, werken en socialiseren. En dat geeft nog wel eens een probleem. Eind april opent het eerste private afkikcentrum in Gelderland de deuren. Hij moet uiteindelijk 10 meter hoog worden en 200 meter ver kunnen schieten. De enorme katapult die de leerlingen van het ROC in Nijmegen bouwen. De katapult, ook wel hevelblijden of trebuchet genoemd, is een cadeautje van de Stichting Gebroeders van Limburg. Hiermee moet de historie van de Waalstad nog eens extra benadrukt worden. Het is nu nog een schaalmodel, maar deze 2 meter hoge hevelblijde moet uiteindelijk 5 keer zo groot worden. Voor het uiteindelijke ontwerp wordt de leerling ingezet. Maar dit schaalmodel is door de docent gemaakt. Die bak die wordt dus gevuld met stenen in ieder geval. En dan moet je je voorstellen dat die dadelijk 2,5 meter groot is. Zodat ongeveer 2 kuub aan stenen in zit. Vanuit de Stichting Gebroeders van Limburg zijn we iedere keer op zoek naar onderdelen, voorwerpen, installaties, gebouwen uit de late middeleeuwen dus zichtbaar en beleefbaar te maken. Ja, ik ben kei enthousiast geworden en ik wil zo'n ding absoluut maken. Daar ga ik gewoon helemaal voor. Deze trebuchet is naar middeleeuws model gebouwd en werd met name in oorlogstijd gebruikt. De trebuchet is het Franse woord voor rotzooimaker. En dat werd door de belegeraars van de stad of de verdedigers gebruikt om de vijand schade toe te brengen. Nou, daar deden ze van alles mee. Ze gooiden met stenen, ze gooiden krijgsgevangenen terug, ze gooiden pestlijken terug.
Nou, enzovoort. Dat zijn natuurlijk verhalen uit die tijd. Er gebeurde in die tijd wel meer. Voordat er met de bouw begonnen kan worden, moet er 50.000 euro ingezameld worden om de hevelblijder te financieren. Jan van Soest weet wel wat hij gaat doen als het benodigde geld niet op tafel komt. Dan ga ik zelf het bos in. En dan kappen we daar de boel, maar dan gaan we het toch maken. Dus, Aken en Keulen zijn ook niet op één dag gebouwd. Dus lukt het dit jaar niet, dan hebben we in ieder geval het schaalmodel. We hebben de ervaring. We gaan ermee verder en dan doen we het volgend jaar. De leerlingen verheugen zich al op de bouw van de katapult. Ze weten inmiddels ook wat ze af zouden schieten. Een piano of zo. Auto van de meester of zo. De leraar zelf. Kijk hoe ver die komt. In augustus is de uiteindelijke versie van deze katapult te zien tijdens het Gebroeders van Limburg Festival in Nijmegen. Even leek het erop dat het voorjaar was aangebroken. Maar het was vandaag met veel regen even slikken. Vanuit Wageningen het weer met Reinier van den Berg. Ochtendrood, water in de sloot. Het ging vandaag ook op, want vanochtend naar het oosten kijkende was er nog een klein beetje ochtendrood te zien. En al heel gauw ging het inderdaad regenen. Maar na regen komt zonneschijn en ook dat hebben we vanmiddag nog gezien toen de opklaringen binnenkwamen. Maar overdag was het toch wel een hele grijze boel buiten. Het heeft overal een flink aantal uren geregend en stevig gewaaid. En al die regen heeft te maken met deze langgerekte wolkenband, wel 1000 kilometer lang over Frankrijk, via Nederland, naar het noorden, naar Zweden en Noorwegen. Dat trekt snel weg in oostelijke richting. En daarachter ligt een groot gebied met opklaringen. Daar profiteren we ook morgen nog van. En misschien zelfs ook nog op donderdag. Vandaag dus al die bewolking. Dit was het beeld van 1 uur. Nederland, Gelderland, helemaal bedekt onder de bewolking. Het regende op dat moment nog steeds. Maar de eerste opklaringen kwamen in beeld hier aan de kust. En die hebben inmiddels Gelderland ook royaal bereikt. Vanavond en vannacht blijft het verder helder. De temperatuur daalt niet veel verder dan een graad of 4 à 5. En dat komt omdat het nogal blijft waaien uit een westelijke richting. Matig, misschien op de randmeren eerst nog wel vrij krachtig. En dan krijgen we morgen een mooie dag. We komen wel een paar wolkjes tegen. Stapelwolkjes die zich in de loop van de dag gaan vormen. Maar we zien vooral ook blauw aan de lucht. En tegelijkertijd wat velden met dunne sluierbewolking op grote hoogte in de atmosfeer. Maar voor de rest toch vooral blauw aan de lucht. Het belooft een mooie lenteachtige woensdag te worden. Met fikse zonnige periode. Enige tijd ook wel wat meer sluierbewolking of een paar vliegtuigstrepen. Her en der de vorming van stapelwolken. En temperaturen die gaan oplopen tot een graad of 10. Dat alles morgen bij een meest matige westelijke wind. Hoe gaan we verder? Na morgen, ook donderdag nog droog. 'S Ochtends zon, 's middags meer bewolking. En 's avonds en in de nacht na vrijdag regen. Ja, zelfs veel regen. Vrijdag wordt het wat minder, maar blijft het wel bewolkt. En dan begint maart met maartse buien. Op zaterdag, het is dan onstuimig met veel wind. Kans op hagelbuien, maar nog altijd temperaturen van een graad of 10. Zondag wordt het dan iets rustiger, kan nog een beetje regen vallen. En de temperatuur die blijft in vorm, ook dan wordt het al gauw een graad of 11. Twee keer verhuizen in 1,5 jaar tijd. Het is een hele opgave, zeker als je al behoorlijk op leeftijd bent. Morgen verhuilen bejaarden in Velp de noodopvang voor hun gerenoveerde woningen. En Arnhem krijgt een reizende tuin. Wat dat is, dat ziet u morgen in het nieuws. Voor nu een fijne avond. Wat verstaan we onder seks met elkaar? Dus neuken. Ja. Pijpen. Ja. Beffen. Ja. Rukken. Ja.